boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video. Ik zou altijd Dylan niet zijn, moest ik na een laatste FC video toch nog een andere keuze maken en toch nog een FC video uploaden, omdat het Black Friday is. Oké, deze vrijdag is het Black Friday en ik heb dus toch wel zin om een video te uploaden om bij de Black Friday. Dus deze, in plaats van de vorige video, is deze allerlaatste FC 25 video. Dus ja, sorry dat ik jullie in de vorige video al zei dat de laatste was, maar deze is de laatste pack opening van FC 25. Oké, waarom? Omdat ik zoiets heb van, ja, ik wil wel nog een nog mijn Black Friday packs openen, omdat dat wel de periode van het jaar is dat er veel terugkerende promos zijn. Dus we gaan nu FC 25 induiken. Ja. Ik weet het, het is misschien raar om dat op een dinsdag te zeggen. Op de dag dat de video eigenlijk uitkwam van mijn laatste pack opening. Maar deze is dus een week later. Ja. Ik zeg het, ik had nog een pack opening dat ik wou doen. Dus we gaan deze week nog packs openen, maar vanaf dan ga ik er geen meer openen. Ja. Omdat ik zoiets heb van, ja, ik wil wel packs openen, maar ja. Omdat ik eigenlijk geen folder meer heb in de club, ga ik deze week nog packs openen. En vanaf de volgende week ga ik geen packs meer openen. Ja. Eerst het premium Legends Players pakket en daarin zit en linksbuiten Spaans, La Liga. Dan weet je dat het Ferran Torres is, dat het kut is. Oké, zeldzame Players pakket, daar zit in Balkout, lekker. Keeper of Endler, wauw. Endler, Grealish, wauw. 2 keer 80 plus, daar zit in. Geen walkout, dus dat skippen we gewoon. Dat is toch maar Arnautovic. Dus ja. 2 keer 81 plus en daar zit in. Geen walkout. Rechtsmidden, Frans. Bundesliga. Ja. Olize. Weet je wat, ik denk dat ik gewoon packs ga blijven openen, want vorig jaar heb ik eigenlijk ook tijdens Team Odier ook zoveel packs open gedaan en eigenlijk geen packs, geen eigenlijk Team Odier gepackt, dus ik ga gewoon packs blijven open doen. Ja, ik ga tegen de draad werken, ik ga gewoon packs blijven open doen. We zien wel of we een Team Odier packen, want mijn content die draait eigenlijk een beetje erover, over EFC. Dus hier krijgen we nu Havertz. Dat is een 83. Dus ik ga geen gedachte zeggen dat ik een pack opening ging doen. Team 4 pack opening. Maar vorig jaar vond ik het ook al niet zo plezant. Wat dat zo te lang werd. Dus eigenlijk gaan we gewoon packs blijven openen. Ik ga geen packs sparen dit jaar. Dus ja. Sorry voor de confusion. Ik ga gewoon geen packs sparen dit jaar. En we krijgen hier 284, Savitzer en Diego Costa. Dus ik ga dit jaar geen packs sparen. Ja. Ik wil gewoon content blijven pushen. Dus ik ga geen packs sparen dit jaar. Ja. Ik wil gewoon content blijven droppen voor jullie. Dus ik ga geen echt een lange pack opening doen. We zullen wel zien of we een team die hier packen in die packs dat we
van het seizoen krijgen van rewards. Dus ja, ik ga gewoon pack openings blijven doen. Ja. Ik dacht het anders te doen, maar toen dacht ik in mijn hoofd van... Ja, eigenlijk... Mijn kanaal is over FC25 content. En waarom zou ik dat eigenlijk stoppen? Omdat dat toch het enige is waar ik mij mee bezighoud in de week. Om FC25 content te maken. Dus, we gaan gewoon FC25 content houden. En op vrijdag soms is een andere video. Dus, ja. Sorry voor het, ja, dingen. Dus, we gaan gewoon content blijven droppen. Ik check jullie guys straks. Bij het nieuwe... Ja, wat er nieuw is in FC25. Straks hebben wij een 2x82 normaal gezien. Dus, ja. Ik wil gewoon content blijven pushen. Ik heb zoiets van... Why packs openen? Je kunt tijdens die manier waarschijnlijk zoveel packs verdienen. Ja. Dus, FC is nu zoveel veranderd. Dat je zoveel packs kunt verdienen door gewoon stomme dingen te doen. Dus we gaan gewoon content blijven pushen. FC25 content blijven pushen. En we zullen zien waar dat we komen. Dus, let's go. Check jullie guys vanavond. Of als er iets nieuws uit is. Let's go. Oké, boys en girls. Het is dinsdag 7 uur 's avonds. En we gaan eens kijken wat er nieuw is in Ultimate Team. Let's go. En wat is er nieuw in Ultimate Team? Life, wat is er nieuw bij Life? Nou dan. Voor de rest is er niks nieuws. Wat zijn de nieuwe SBC's? Drie van 10 speer. Een 83 squad voor een... Al heb ik een 83 squad hiervoor. Dan gaan we dat eens uitproberen. Oei, mijn geluid van mijn monitor te dan. Nu een mens mag erin. CWM. Locatelli en Sabitzer, Cam, Rafa en Sigankov en nog twee spitsen, Havertz en Gakpo. Let's go. Takagni. Hampton. Teumau. Almuzrati. Evan Nilsson. Moreno. Rice gaan we selecteren. Dan gaan we voor Sakagni en Daily Blind. Let's go. Dus Rai, Sakagni en Daily Blind. Let's go. Tjoe. Oké, boys en girls. Het is 8:59, bijna 9 uur. Dus we gaan ze biedt eens zien wat wij kunnen claimen
Wat we kunnen krijgen, wat we kunnen zien in het seizoen. Dus, het is bijna het nieuwe seizoen. Seizoen 3 is er bijna. En we gaan eens zien, Sebiet. 9 uur, daar wacht ik op. 9 uur, daar wacht ik op. Ik ben nog geen half uur wakker, dus ja. Het is 9 uur. Ik ben nog geen half uur wakker en het is al 9 uur. Dus, we gaan eens zien. Seizoen 3 zou er moeten zijn. Als Ultimate Team wilt laden natuurlijk. Misschien moet ik het eens opnieuw opstarten. Dus we gaan het eens opnieuw opstarten, Ultimate Team. We gaan EST nog eens opnieuw opstarten, zal ik het zo zeggen. Dus ja, we gaan het eens opnieuw opstarten. Het zal niet goed ingeladen geweest zijn. Let's go. Allee, come on. Seizoen 3 winterkampioenen. Let's go. FC seizoen. Als eerste krijgen we al direct een gebundelde beloning, dan krijgen we een 4. Een van 4 zeldzame speelt 75 plus. Een speelt item. Een wauw. Dan krijgen we een shadow of een jager. 3 keer 78 plus. Geweer al gebundelde beloning. Ja, iets van rangers. Een van twee zouden spelers, zeldzame gaat spelers, playerspeak 80 plus. En dan die clubs dingen. Dan boe of model. Medel. 6k XP, dan krijgen we 1 van 3, 81 plus. Playerspeak. Wauw. Dan krijgen we ofwel Cardozo ofwel Piovi. Dan krijgen we weer een gebundelde beloning. 1 van 3, 32 plus. En dan ja. Dan krijgen we 1 van 3, 32 plus. Paredes. Gebundelde beloning. 1 van 2, 83 plus. Ja. 1 van 3, 83 plus. 1 van 4, 83 plus. 1 van 5, 83 plus. Quintero. 1 van 2, 34 plus, 1 van 3, 34 plus, 1 van 4, 34 plus, 1 van 5, 34 plus. Acuna. 1 van 2, 35 plus, 1 van 2, 35 plus, 1 van 3, 35 plus, 1 van 4, 35 plus. Ofwel Larsen, ofwel Munoz. Dan denk ik dat ik voor Munoz gegaan. 1 van 5, 85 plus, 1 van 3, 86 plus, 1 van 4, 86 plus, 1 van 2, 86 plus. Een evolutie dingen. 3 keer 85 plus, Gundogan. Of 3 keer 86 plus, ga ik voor Gundogan gaan waarschijnlijk. 5 keer 86 plus, 5 keer 87 plus, Konaté. Dan ga ik dan sowieso voor Konaté gaan. Dan moet ik sowieso voor Konaté gaan. En seizoen doelstellingen. Dat is ook weer al aan dat manager doelstellingen. Let's go. Dit was dus de video. Dit was dus de video en wat vind ik ervan? Best wel decent eigenlijk. Het is best wel decent. Het nieuwe seizoen is best. Dus wel decent met die Gundogan en die Konaté. Dus let's go.
Ik zeg jullie guys, dinsdag terug ben in een nieuwe FC25 video. Ik ga dit jaar de Game Pack opening doen met iemand hier. Dus check jullie guys graag dinsdag terug bij een nieuwe FC25 video. Let's fucking go. See! Oké, boys en girls. Het is donderdag nu. En we hebben 1000 SP verdiend, denk ik. Let's go. Drie keer 82 plus, krijg ik ook. En we hebben al de eerste gebundelde beloning. Let's go. We krijgen een player pick 75 plus player pick. Let's go. In de eerste is Bruno Fernandes. In de tweede zit Raya. In de derde zit Arnautovic. In de vierde zit. Go for Bruno Fernandes. Let's go, Bruno Fernandes gepakt. 2 keer 80 plus en daar zit in. Nou. De vrije koksje. 2 keer 81 plus, let's go. Nog geen balkout, spits. Ja, dat is Suarez, hé, Suarez, oh. 2 keer 32 plus en dat is in. Geen walkout. CVM, Duits, Bundesliga. Andrich en Fabinho. En nu 3 keer 32 plus, let's go. Weer geen walkout. Keeper, dat is in. Naar dit ski, denk ik. Let's go. En we hebben ook nog eens een 10 muntenpakket. Let's go. 10 muntenpakket. En we hebben er één. Dat is iets. Let's go. Tjoe. Oké, boys en girls. We hebben nog eens een 3 keer 83 plus. Let's go. We krijgen geen walkout. Keeper. Wauw, Vicario. Vicario, Rodriguez en Eriksson, let's go. Oké, okay, boys en girls, 83x3. Let's go! Hier was een FC Pro! 83x3! Zelfs geen walkout, spits, Frans. Het is geen Mbappé, spijtig genoeg. Wie is het, Le Sommer? En dat is wel waar, let's go. Oké, boys en girls, het is 7 uur op donderdag! Let's go! We gaan eens zien wat nieuwe doelstellingen zijn! Let's go! Seizoensdoelstellingen. Oh, maar die zijn weer niet bijgepast. Speel. Ja. Gaan we de daily log in doen. Let's go. Twintig maal 14. Dan gaan we eens zien.
22 plus maal 14 gaan we ook eens klaarzetten. Zo. Grealish. Le Sommer. Voilà, 22 plus maal 14. Is er een of er een T-muntenpakket is? Jazeker, apotheker. Ja, nee, daar zit geen. Dus beginnen, let's go. En nu gaan we eerst het goudpakket van de. Van de. Deel nog in. Wacht, we hebben nog. We hebben nog wel. Een objectief dat we moeten claimen. Dat is juist. Let's go. Twee keer 33 plus. Team of the week. Spits. Patrick Schick of wat? Of wie is dat? Dat is Patrick Schick. En Spits. 82 maal 14. Let's go. Geen walkout. Rechts midden. Duits. Bundesliga. Ah, dan boeit het eigenlijk niet. Korea wel. Sané. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben dus alles voltooid van van seizoen 3 voorbereiding shit. Dus we hebben dat allemaal, 4,5k. En nu dan nog. Let's go. Dan hebben we hier de 2 keer 3 keer 78 plus, wauw. Hier gaan we voor de Shadow gaan, denk ik, voor de Hunter. En voor de Jager. En hier gaan we, ja. Krijgen we alles, let's go. Nu eerst de player pick. Mazraoui of. En dan gaan we voor de team van de week, hè. En het is nog een walkout team in de week ook, dus ja. Twee keer 80 plus en daar zit in. Walkout. Keeper. Handler. Let's go. Twee keer 81 plus en daar zit in. Center mid, Brazil, Serie A, ja dat weten we. Genoeg dat Douglas geweest is, let's go. 2 keer 32 plus en daar zit in. Geen wildcard, centerback, Frans. Ja, dan weten we genoeg dat het Pavard is. Let's go. 83 plus maal 5 en daar zit in. Geen wildcard. Spits, Nederlands. Women Super League, dat is Miedema. Ja, Miedema. Al Salem. Oké. 78 x 3, let's go. Weer geen walkout.
Al mijn zratten, bardaxi en pinok. Let's go. En nu zien. Standaard, we gaan de icon upgrade doen, denk ik. Ja, we gaan de icon upgrade doen. Ik wil een icon in mijn team, dus we gaan de icon upgrade doen. Nee, die ga ik in de 85 squad doen. Let's go, bijna icon. Let's go, dan gaan we die pack ineens open doen. Klaar een Swiss pakket. Akpa Akpro, let's go. Een 85 squad mijn team in de week. Lucy Bronze gaat er gewoon in. Let's go, we zijn bijna. We moeten nog één speler in leveren, maar gezien dan hebben we de. Dan hebben we de tweede squad van de Icon Pack af. Klant of Length en Spitspakket, daar zit in. Oké, wel niet vast. Daar hebben we niet veel bij, maar dat is goed, dat we die hebben. Nu een 85 team. Ik zie wat we dubbel hebben. Rijten mag er wel in. Gundogan mag er wel in. Let's go.
Lewandowski. Let's go. Let's go. We hebben de icon pack. Nu hopen dat we een goede icon krijgen. Knijgaarde spelerspakket, let's go, dat is in. Oké, icon, kom aan. Sowieso een wildcard spits. Argentijns. Is dat Luis Hernandez of wie is dat? Crespo. I mean, we got an icon. Maar hij is wel een L voor de icon te zijn. But we've got an icon. As a striker. I mean, we got an icon as a striker right now. We got an icon as a striker. Crespo, let's go. Okay, boys and girls, it's vrijdag momenteel. En we gaan met Crespo. Gaan we een evolutie doen. Dat hij naar een 87 gaat. Dus we gaan eens zien bij evoluties. Mijn evolutie is precies de schieter. Dus we moeten winnen één wedstrijd en dan winnen één wedstrijd en speel twee wedstrijden. Let's go, we moeten maar drie wedstrijden winnen met deze Evo. Let's go. Oké, boys en girls. Ik denk dat we een preview pakket hebben. Ja, we hebben een preview pakket. Let's go. Malinovski! What the fuck, man. Malinovski. Sinds wanneer speelt hij bij Genoa of wat is dat voor een ploeg? What the fuck. En Sims. Daarbij moet ik denken aan de Sims. What the fuck. Oké, boys en girls. We hebben nog iets van 82 plus. Maal 14. Dus ik hoop dat we daar toch wel een wildcardje uit krijgen. Oké, EA, waarom doe ik die pack niet open? Oké, boys en girls, we hebben een 14x82. Dus we gaan die eens open doen. Team, wat doe ik precies? Walkout. Links buiten. Nee. Ik dacht dat ik Messi kreeg, maar ik kreeg Di Maria. En Hegerberg. Oh, fuck. Ik zeg, rechts buiten, Argentijns. Ik moest ook MLS komen te staan, what the fuck. Maar ik krijg wel Hegerberg en Di Maria. En Guardiol? Oh my god, die komt op mijn... En Hegerberg en Ta. En Matthijs de Ligt. Alvarez? Julian Alvarez? What the fuck? Ja, dan heb ik een nieuwe linksback, denk ik. Ofwel ga ik nog eens... Ja, ik heb een nieuwe linksback. Dan gaat... Ik heb de Via eruit, denk ik. Ga ik Guardiol neerzetten. Ja, dat is veel... Dat staat veel beter. Dat staat veel schooner. Of kan hij ook op... Ah nee, die kan ook op... Ah nee. Dat staat veel beter. Oh my fucking god. Dat staat veel beter. Oké, boys en girls. We hebben dus terug een 14x82. Dus we gaan eens zien wat erin zit. Walkout, CN Tentermid, Belgisch,
De bruine. Maar die heb ik al. Oh, en ik krijg gewoon een power. Ik heb direct dat en de bruine. Maar ik heb de bruine al. What the fuck? Dan heb ik eindelijk een 90 credit en dan heb ik die al. Dus de bruine, je gaat naar USB-C storage. Oké, boys en girls, ik heb een nieuwe pack klaargezet voor jullie. Een 83 plus maal 3, dus geen walkout, rechts midden. Dat is die gaan kopen. Dat is een 83 of 3,83, what the fuck. Oké, boys and girls, 81 plus dubbel. En wat gaat daarin zitten? Geen idee. Geen walkout. Links midden. Brilliant. Premier League. Nee, ik ga niet weten wie dat is. Van West Ham. Ik zou het niet weten. Ah, Lucas Paqueta, let's go. Oké, boys and girls, 83 x 3, let's go. Ik heb, ik weet niet wat er gaat inzitten. Ik hoop het is goed. Let's go. Walkout, let's go. Links midden, Spaans. Grimaldo. Grimaldo, 83, let's go. Dovbik en Provedel, let's go. Oké, boys and girls, het is vrijdag 3 uur. En ja. Thunderstruck zou in packs moeten zitten. Black Friday. Thunderstruck zit in packs. Dus dan hebben we live. Vijf wedstrijden moeten per dag spelen. Wat zijn dan die... We hebben nog een munten, 10 munten, 30 munten pakket, denk ik. Let's go. En daar zit in, precies een team in de week. Cam, Twitter, Credit Suisse, Super League, nog een team in de week. Dan FC Basel. Shaqiri, wauw. En nu nog een 30 munten pakket. En wat zit er daarin? Center mid. Argentijns van Liga. Ja. Rodrigo de Paul. Dat is allemaal goed voor 30 munten. En 83 x 3 nu. Geen walkout, spits. Vlaagje. Let's go. Oké, boys and girls, we zijn niveau 4. En we gaan voor Boe. Let's go. Oké, boys en girls, we hebben dus alle 5 wedstrijden. Het zijn nu 5 wedstrijden dat ik moet spelen voor Black Friday dagelijks spelen. Dus Black Friday Daily Play. We hebben 5 wedstrijden gespeeld ondertussen met de F1 Academy Breedtraining 2 aan het zien van de Qatar Grand Prix.
kan zijn dat ik mijn reward pas op maandag opneem. Dat ik nu eventjes, ja. Want ik ga zondag naar Hooghaleuven-Anderlicht zien. En ik weet niet hoeveel tijd dat ik heb überhaupt voor op te nemen. Dus Black Friday Thunderstruck, dadelijk spelen was het. Dus we krijgen al 5 packs plus 1, 6 packs. Plus nog een pack en 2 keer 82 plus, dat is 7 packs dat we zomaar hebben. Dus we hebben 7 packs. 2 keer 81 plus en daar zit in. Geen walkout, dus we skippen het gewoon. Klingenwerk en Acosta. 2 keer 80 plus en daar zit in. Team of the Week precies. Cam. Ja. Azaz. Let's go. 2 keer 80 plus en daar zit in. Geen walkout. Dus we skippen gewoon. En zijn 2 dubbele, dus ja, let's go. 2 keer 81 plus en daar zit in. Geen walkout. Kathleen Kamavinga. 2 keer 81 plus en daar zit in. Geen walkout. Twee keer 82 plus en dat zit in. Ook weer een walkout. Rechts midden. Dat is maar des. En nu 3 keer 83 plus en dat zit in. Ook geen walkout. Dus dan skippen we gewoon. De licht normaal en taps op aan. Let's go. Oké, boys en girls, het is 6:30 s'avonds. Hebben we nog eens een 10 minuten pakket. Het is 6:30 vrijdag. Hebben we nog een 10 minuten pakket en daar zit een centerback, Frans. Saudi League. Ik weet niet wie dat is. Simakan, Robinson en Pineda. Let's go. Maar geen 30 minuten pakket. Sociaal pakket moet ik dan zien. Nope, geen 30 minuten pakket. Let's go. Oké, boys en girls, het is 7 uur. Let's go! 7 uur, catchbob staat. Let's go. De scene of the Black Friday rush. Allee, die dingen zijn er niet bij gekomen. SBC. Let's go. Combo upgrade 85 plus 84 plus player pick. D-login. Romagnoli gaan we inleveren in 82 plus maar 14.
Kamavinga gaan we inleveren. Kamavinga, Kamaho. Azas. Ze noemen we de Zultabas. Lucas Paqueta, oh. Bonifaz. En Bowen. Nee. Vlahovic. Daarmee rijdt het wel. En nu krijgen we nog eens een 2x83 plus. Let's go, we gaan het eens zien, we gaan zien, we gaan beleven. Goudpakket, let's go. Doekie! Doekie, doekie, doekie! Let's go. 83x2. Geen wallkaart, die skippen we. Laporte en Douglas Luiz. 14x82. Tunnelstruk! Spits! Brazil! En wie is dat? Gundogan en... Evan Nilsson. Peppi! Ramirez! Ja, Van Nilsson, Tunderstruk. Let's go. Let's go. Daar gaan we nog één doen. Onana, De Vrij, Lenormand, Catley, Limer, Bowen, Douglas Luiz, Di Bernardo, Pepe, Pepe. En Catarina Macario, let's go. En ook in de 82 plus maal 14. Let's go. Gewoon een walkout. CWM, Engels. Declan Rice waarschijnlijk. Ja, Declan Rice. Dekkie. En Brian Gill. Let's go. Oké, boys and girls. Ik ben begonnen aan de SBC. Op deze dag icon van Johan Cruijff. Dus ik wil echt wel voor Johan Cruijff gaan. Dus ik heb daar 29 dagen voor. Om Johan Cruijff te voltooien. Grenzenloos speelspakket. Dat krijgen we van de eerste SBC. En 3 gewone gouden speelspakket. Let's go. Oké, boys en girls, we hebben de combo upgrade 85 plus gedaan.
Dus ik hoop dat we een walkoutje krijgen. Of zelfs een special card. Let's go. Geen walkout. Rechts midden. Duits. Bundesliga. Dat weten we genoeg. Sané. Let's go. Oké, boys and girls. Het is zaterdag 8:49. We gaan eens zien of... Nee, er wordt niet bijgewerkt. Oké, 82 plus 14. Let's go. Team of the Week walkout. Links midden. Sadio Mane. Sadio Mane. Let's go. En Sommer. Sadio Mane en Sommer. Let's go. Let's go with the decision of flow. Let's go. We gaan eens zien of er nog een 10 munten of een 30 munten pakket is. 30 munten pakket, let's go. Hey, wildcard keeper, spawned. Ik weet niet wie dat is. Normaal liga. Zelfs als je dat, dat weet ik niet. Oh, echt een hero. Let's go. En nu, het 10 munten pakket. Let's go. Geen walkout. Keeper. Frans. League McDonald's. Ik heb woestje McDonald's. Van RC Lans, wie is dat? Stappen. Ik heb woestje McDonald's. Oh. Ik heb McDonald's nu. Let's go. Oké, boys and girls. 83 plus, maal 3. We gaan erin zitten. We gaan het zien. We gaan het beleven. We gaan het meemaken. We gaan het beleven. Let's go. 83 plus, maal 3. Let's go. We gaan het zien. We gaan het beleven. We gaan het meemaken. Walkout. CVM. Werelddekking, guys. Oh, waarom krijg ik de put altijd dubbel? Ik doe nu al de tweede keer of derde keer dat ik die dubbel krijg. Let's go. Oké, boys and girls, ik heb een campagne mix spelerskeuze klaargezet. In de eerste zit Keen, de tweede zit Marco Llorente en in de derde zit Zakaria. Ik ga eens zien wie dat de duurste is. Maar ik denk dat Marco Llorente wel de duurste gaat zijn. We gaan eens zien op Putbin. Dus Moise Keen is 13.250. Marcus Llorente is 137k. Ja, we gaan 137k speler pakken. Marcus Llorente. Let's go. En dan hebben we nog twee pakketten van die SBC te doen. Premium Guard pakket en dat is in. Post. En Guard pakket, let's go. Daar zit er rare in, what the fuck. Center mid, Argentijn, Bundesliga. Laatste. Palacios, let's go. 84 rated.
Let's go. En we gaan nog eens zien of er nog eens een 10 muntenpakket is. Wel een 30 muntenpakket, maar geen 10 muntenpakket. Dus dan openen we 30 muntenpakket. En daarin zit een walkout. Let's go. Keeper. Ja, dat is somber, die heb ik juist ingeleverd. Let's go, walkout uit een 30 muntenpakket. Dat is cool. Een walkout uit een 30 muntenpakket, dat is echt wel goed. Geen 10 muntenpakket. Een premium goud premium pakket doen. Team of the week. Spits. Hopla, Patrick Schick, team of the week. Ja, die moeten we kopen, dat pakket. En voor hoeveel gaat er? 10 op Footbin. Want dat is echt wel een dub eigenlijk dat we daaruit krijgen. $10,750 coins. Ja, gewoon 11k. Dus we hebben een W gepakt uit de... uit het privépakket. Nee, nu niet. Nu niks. En dan nog een zilver privépakket. CDB. Let's go. What the fuck? Let's go. Oké, boys and girls. Ik ga ook eens een draftje starten. Semi-prof natuurlijk. We gaan een 3-4-3 op lijn doen. En onze aanvoerder is Zee Roberto. En ik ga mijn scherm, uitzetten. Dus onze aanvoerder is Zee Roberto in de spits. Wie gaan we daar neerzetten? Mbappé. Rechts buiten. Lamine Yamal. Links buiten. Of course, Vini. Center mid. Limmer. Andere center mid. Ga ik voor chemistry of ga ik voor... Ja, ik ga voor chemistry. P3. Rechts midden. Backs, sowieso backs. Center back. Ja, Kite gaat ook wat chemistry pakken. Andere center back. Jaap Stam. Sowieso Jaap Stam. Andere center back. Bremer. Keeper. Vicario. Misschien hebben we hier een betere keeper krijgen. Nee. Alleen maar 75 credits. De Marcos. Gaan we hier voor Nashing Wang. Gaan we hier voor João Neves. Oh, dat is ook weer een icon. Een hero dat ik wil uitproberen. Guti. Hamzik is ook een hero dat ik wil uitproberen. Uh,
Scorer bij een Jill. Hopelijk een centerback. Ja, gaan we hier door Gabriel zeker. Oké, een andere keeper misschien. Bruno Fernandes. Oké, kom bij papa, Shadi. Hansen. Oké, Mojica en keeper. Gaan bij papa Shadi. Nee, weet je wat? Hup. En Mbappé blijft ook nog in de spits staan. Misschien heb je hier een... Let's go! Jaap Stam, Hansen en Beckham. Zoe! Oké, boys en girls, ik heb 83 plus players per slag gezet. De eerste zit Brozovic, ofwel Roberto Firmino, ofwel Colaprico. Dan gaan we voor Brozovic. De tweede zit ofwel Neville, ofwel Banza, ofwel Sugita. Dan gaan we voor Neville. En de laatste player pick zit ofwel Al Salem, ofwel Girassi, ofwel. En dan gaan we voor Girassi. Dan gaan we voor een team in de week natuurlijk. Let's go! We hebben nog een 10 muntenpakket ook. Let's go! En daar zit in. Centerback, Nederlands. Premier League. Zou het Ake zijn of is het De Ligt? Rijke. Mata De Ligt. Let's go! En Park Soo Young. Oh ja, weer een team of the week bij. What the fuck is dat met team of the week tegenwoordig? What the fuck? Oké, boys and girls. Ik heb nu weer 3 80 plus player picks. In de eerste zit Yilmaz of Laporte of Romagnoli. Dan gaan we voor Romagnoli. In de tweede zit ofwel Palinha, ofwel Vlahovic, ofwel Butel. Dan gaan we voor Palinha. En de derde zit ofwel Nuno Santos, ofwel Ginter, ofwel Kimpembe. Gaan we voor Ginter. Let's go. Tjoe. Oké, boys en girls. 83 plus maal 3. We zullen zien wat erin zit. 83 plus maal 3. Ik ga voor rechts staan. Dus let's go. 83 plus maal 3. Let's go. Geen walkout, dan ga ik terug gaan zitten. Center mid, Argentijns, Bundesliga, Palacios. Wauw. Wauw. Palacios, Trippier, Gerrit Moreno. Wauw. Geen 10 muntenpakket.
Let's go. Oké, boys and girls. Player pick. 81 plus. Sancho. Gaia. Martinelli, let's go. En nu, ja. Ik heb ultimate pakket en zo. 2x81. Balkout, CVM, Engels. Derde keer vandaag, Declan Rice. What the fuck. Niet goed. 2x78, let's go. Geen walkout. Kut wordt een huurman of zoiets. 2x80 plus en daar zit in. Nou, niks goed. Szymanski en Foyt. 2x80 plus en daar zit in. Walkout, oei, ik heb hem geskipt. Patrick Jaro en Mike Malcolm. Ja? Ja joh. 5x80 plus. Let's go. Team of the week. Let's go. Icardi. Ja, dat is goed allemaal. 2x81 plus en dat zit in. Geen walkout. Dus dan skippen we. Grealish en Bentancourt. 2x81 plus en daar zit in. Geen walkout. Dus. Hidogi en Mazraoui. 3x83 plus en daar zit in. Geen walkout. Dus dat skippen we. Trippier dubbel. 3x80 plus. Geen walkout, dus skippen. Oké, Corbos en Ronaldo. 5x81 plus. Geen walkout, dus skippen. Let's go. En nu. Ultimate pakket en daar zit in. Geen walkout, dus skippen. Radeki, let's go. Oké, boys and girls. Ik heb 3 80 plus player picks. In de eerste zit Morata ofwel Parejo ofwel Morata. Dan de tweede is Gudelj, Ziyech of Gudelj, let's go. En de laatste zit ofwel Balancea ofwel Seurot ofwel Di Maria, let's go. Oké, boys en girls, 83 plus maal 3. Let's go. We gaan eens zien wat erin zit. Balkaart, let's go. Center mid, Noors. Dingen. Keurigaard. En Musiala, let's go. Die muntenpakket, let's go. Zijn CVM, Frans, Serie A. Fofana, let's go. Oké, boys en girls, het is nu 7 uur. En we hebben Black Friday, dagelijkse aanmelding. Dagelijkse aanmeldingsupgrade is besteed gedaan. En ja,
De nieuwe coach van OHL is, is aangekondigd, Chris Coleman. En we hebben ondertussen een guardpakket heen. Chris Coleman is nu de... Is nu ook de coach van OA Leuven. Zelfs aangehouden het speelspakket. Een 84 plus en er zit gewoon een 84-85 in. 84 Engen. En nu... 14x82. Oh ja, tunnelstruk rechtsachter. Braziliaans, Serie A. Wie de fuck is dat? Van Fiorentina als Dodo of wat? Let's go, Dodo. Orban Dodo. Wow, 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 wow. Let's go. Oké, boys and girls, nog eens een 82 plus. Maal 14. Oké, 14x82 plus. Wereldunderstruk. Bolkoud. Rechts midden. Wie is dat? Is hij groot of zo? Hoe komt hem daar? Çalhanoğlu en... Tegrova, ja. Let's go. Oké, boys and girls. Een klein Electrum speelspakket en een klein Top Electrum speelspakket. Ik ben bezig aan de Icon Pack. En hierin zit... Gewoon Danilo. Ik ben bezig aan de Icon Pack. Klein Top Electrum speelspakket en dat erin. Pacino. Let's go. Nu gaan we samen de laatste SBC doen, de 85. Rated. Zwits Hegerberg. Boe mag er wel in. Zegrova mag erin. Oh nee, Palacios mag erin, dat is juist. Die Gudels mag er wel in. Pinderstal mag erin. Chupa Meccano mag erin. Theo Hernandez mag er wel in. Patrick Jaro mag erin. Let's go. Dus nu gaan we de icon upgrade doen. Chain glider speelspakket. Dat is Reis. En nu de icon pack. Please. Center mid. Wie is dat? Argentijnse center mid. Veron. Dan die op cam. Oké, Veron. De. Oké, boys and girls. We hebben Tunderstruk in mijn jij voltooid. Let's go. En nu hebben we nog eens. Nu hebben we ook nog 3 keer 81 plus en daar zit in. Geen walkout, let's go. Tjoe. Oké, boys and girls, ik heb nog eens een 14x82, let's go. En daar zit in, walkout, let's go. Center mid, Duits. Gundogan.
Let's go. Kindergarten. Let's fucking go. Let's go. We hebben ook nog eens een 30 minuten pakket. Let's go. Nu doen we nog geen marijers. Let's go. Ik ga ook eens zien of er nog een 10 minuten pakket is. Ja. Wat zit daarin? Wie is dat? Scary, let's go. Oké, boys and girls, 83 plus player picks. In de eerste zit. Ofwel Joe Wellington, ofwel. Pavlidis, ofwel. Ugarte. Joe Wellington dan. Ofwel Harder, ofwel. Richarlison, ofwel. En dan gaan we voor Harder, team de week. Deze is. Sergio Busquets, ofwel. Romagnoli, ofwel. Lamine Yamal. We hebben Romagnoli. Let's go. Oké, boys and girls, ik had mijn team wat aangepast natuurlijk. Ik ga het direct laten zien. Ik had direct mijn team aangepast, dus ja, in plaats van Kevin De Bruyne op cam, Kevin De Bruyne zit nu op de bank natuurlijk. Dat zijn Kevin De Bruyne op cam, heb ik nu Veron op cam gezet. Waarom Veron? Omdat hij, ja... Omdat dat een icon is. En ik wil graag een icon op cam. Dus ik heb twee icons in mijn team staan. Crespo. Dus ja, Crespo. Zijn evolutiekaart. En Veron. Maar ik ga eens zien of ik met Veron ook een evolutie kan doen. Dus dan gaan we naar club. Gaan we naar evoluties. En dan gaan we naar... Blitz evos. Nee, ik ga daar niks mee doen, denk ik. Verdedig eerst, ik ga dat wel misschien met Kvaratskhelia gaan doen. Ja, dat ga ik doen. Let's go. Oké, 3 van 10. Zeldzaam wel speelt 75 plus. Oei, oei, het gaat niet open. Dus we moeten opnieuw. We moeten opnieuw de game in. Oké, we gaan dus terug opnieuw proberen. In de eerste zit Arias, in de tweede zit Sesko, de derde zit Lucas Paqueta, in de vierde zit Richarlison, 5 is Sancho, 6 is Hernandez, 7 is Thuram, 8 is Ito, 9 is Prasnikar en 10 is. Dus ik ga voor Prasnikar, Hernandez en Sancho. Let's go.
Oké, het is 4 na 9, het is bijna 5 na 9. En we hebben bijna de rewards binnen. Goud 1, goud 3 natuurlijk. Ik heb niet verder gespeeld. Alleen ik had het tweede wel gezien. Maar het was moeilijker deze week om goud 2 te halen. Dus we krijgen een megapakket. 5x75 geloof ik. En zo'n Squad Battles meesterschapspakket of zoiets. Het is 5 na 9, dus we gaan de ultimate team inzetten. Ja, de rewards hebben we nu ze. En vandaag ga ik ook naar Ogenleuven tegen Anderlecht zien. Dus we hebben 5x75 plus 3k munten, megapakket en Squad Battles meesterschappakket. Let's go. Met als squad wel als meesterschapspakket gaan we iets doen. Gaan we daar een SBC mee doen, denk ik. Center mid, Engels. Ja, het is dan een League One, dus dat is geen goeie. Wing. Dus daar gaan we iets mee doen. We gaan naar de SBC, dan gaan we mee naar speltype meesterschap. En gaan we een 15 keer 81 plus open doen. Let's go. En binnen 3 weken gaan we dan de 30 keer 83 doen. Mega pakket, let's go. En daar zit in. Walkout. Links midden, Spaans. Ja, Grimaldo. Zouden we die ingeleverd hebben, denk ik. Ja, we hebben die ingeleverd. Let's go. 5x75 plus en daar zit in. Geen walkout. Keeper, Spaans. La Liga, dan is het. Alex Ramiro, let's go. 15 keer 81. Hopla, Thunderstruck. En Walcott ook. Niks meer dan. Duits. Bundesliga. Stuttgart. Wauw. Goed hier, goed. Wauw. Wauw. Dan gaan we nog eens zien of er nog een 10 muntenpakket is. Nee, dat is geen 10 muntenpakket. Dus. En ja, boys en girls, dit was dus de video. Ik wil jullie guys bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik edit deze normaal gezien in Leuven of een auto naar Leuven. Maar ik denk eerder dat ik deze edit in Leuven. Dus bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik check jullie guys graag terug vrijdag bij een nieuwe video. Dan ga ik de video uploaden waarin ik dus de Las Vegas Grand Prix op 100% ga rijden in F1 23. En volgende week dinsdag is het terug een FC25 video. En dan check ik jullie guys graag terug volgende week dinsdag met de FC25 video. En ja. Let's go. Let's fucking go. Soon.